Deze nieuwsuitzending die gaat over de connectie, de verbinding. Connectie is eigenlijk een vreemd woord. De verbinding, de band, dat is beter. Ja, de band tussen ons koningshuis en het nationaal socialisme. Ik kreeg de aanleiding hiervoor is dat ik via Facebook een foto kreeg van Maxima. En die heeft een bepaald jasje aan. Daar gaan we zo dadelijk naar kijken. Een jakje. maar eerst gaan we even kijken naar een uitzending van Pauw en Witteman. Die mensen die maken zich schuldig. Dat zijn misdadigers, by the way. Pauw en Witteman. Jeroen Pauw en Paul Witteman. De misdadigers, volgens de Nederlandse wet. Want volgens de Nederlandse wet ben je, of pleeg je een misdrijf als je als journalist liegt. Maar is het niet zo heel bijzonder hoor, want Matthijs van Nieuwkerk, of Nieuwkerke, die maakt zich daar ook schuldig aan. En ja, noem mij een journalist die niet liegt. Dat. Ja, dus Pauw en Witteman, ik kan altijd zeggen. Ja, maar hij deed het ook eens hoor. En waarom kijkt iedereen naar mij? Dat vind ik niet eerlijk. Houwe Dario. Dat Houwe Dario, dat is van Greta Thunberg. Dat is ook een leugenaar, by the way. Nou, Pauw en Witteman, dat zijn leugenaars die. En zij liegen in dienst van Babylon. De wereldgeschiedenis is vrij makkelijk. We waren ooit jager-verzamelaars. Toen gingen wij landbouw plegen en stichten wij steden. Want zonder landbouw kan je geen steden hebben. En zonder steden heeft landbouw weinig zin. Want een boer heeft overproductie. En waar moet je met die spullen naartoe? Als je het alleen maar voor jezelf doet, ja, dan heb je gewoon het oude model. Dat is een jager-verzamelaar, klaar. Maar met landbouw, dan ga je een stuk grond cultiveren en heb je een belachelijk hoeveelheid oogst. In de regel kan één boerenfamilie, die kan 30 gezinnen onderhouden. Daar heb je een stad voor nodig. Nou, toen dat dus kwam, dus die vereniging van mensen in steden. Toen kreeg je in die steden dictators. Ja, ook gewone leidinggevenden die heel vriendelijk waren en heel normaal. Die hun functie als bestuurder zagen als, nou dat doen we gewoon. Maar er waren dus ook slechte jongens die wilden wel de leiding hebben. En die slechte jongens die hebben zich verenigd. Die zijn gaan samenwerken. En dat noemen wij Babylon. Dat ik het even weet. En Babylon, dat was één groot succes. Ja, niet voor ons, maar voor hun. Voor hen. Eén groot succes. En Pauw en Witteman werken voor Babylon. Ja. Nou, we gaan even luisteren naar deze dame. Wat ze, waar het om gaat is dat er is een filmpje gaan circuleren op internet. Waarin je kan zien dat prins Bernhard op zijn boot die hij gekregen heeft van het Nederlandse volk. Zijn boot, in ieder geval de familie heeft dat gekregen. En daar wappert de vlag van het nazi-dom, dus de swastika. Daar gaat het om. Dan laten we even luisteren naar die dame. Ja? Wat over te zijn van het landgoed wat zijn familie had bezeten. De grond was allemaal verkocht. Zijn moeder zat aan de grond. Het huis was echt een ruïne. Ik heb bouwkundige rapporten gevonden uit die tijd. En dat is echt een term van als dit gebouw nog gered kan worden. Het huis zou ook verkocht worden. Even om in te haken. Kijk, deze dame, ik haat dit soort personen. Dit is zo'n dame met een mooi uiterlijk. Ja, dat snap je wel. Dit noemden wij dan vroeger een klont. Echt een mooie vrouw. En die heeft een onderzoek gedaan aan dan prins Bernhard. Want wat had prins Bernhard? Waar gaat het dan om? Ja, die man die heeft dus op die boot, de Piet Hein heette dat ding.
die boot die is gekregen, betaald door het Nederlandse volk. En hij heeft op die boot de nazi-vlag laten wapperen. En los daarvan was meneer Bernhard ook nog een keer lid van de NSDAP. De Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Op zijn Nederlands kan je het ook zeggen. De Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Bernhard was een regelrechte nazi. En dat moet natuurlijk goed geluld worden. Nou, dat gaat zij dan wel even doen. Pauw en Witteman, die zijn ook van dezelfde club. En die weten ook dat het goed geluld moet worden. En die laten haar dan aan het woord. En waar gaat zij het over hebben? Nou, prins Bernhard, hè, die was heel erg zielig. Die was zo zielig. Oh, was je zielig. En iedereen nou was heel zielig, hoor. En die mensen niet boos doen op je zielig. Nou, laat ik je even een verhaaltje vertellen wat ik dan zielig vind. Het betreft mijn opa. Mijn opa, dat was er een van een groot gezin. En hij kreeg een baantje bij de vliegtuigfabriek Fokker toen hij 14 was. Toen ging hij dus werken. 40 uur per week. Tegenwoordig mag dat niet meer, hè? Nee, het kinderarbeid. Maar toen was dat niet verboden. Nee, het was noodzakelijk. Alles wat hij verdiende, dat gaf hij aan zijn moeder. En zijn moeder die deelde, of die gebruikte dat geld als huishoudgeld. Daar hield ze het gezin mee draaiende. Dat gezin heeft ook nog een andere jongen opgenomen. En die had geen gezin. Als ze dat niet hadden gedaan, ja, er waren in die dagen geen dingen als jeugdzorg en zo. Nee, dan was je hopeloos verloren. Dus die jongen die werd in het gezin opgenomen, die heette oom, ik weet niet eens meer. Later kwam ik erachter dat het helemaal geen oom was. Dat was een jongen, dat was een vriendje van een van de broers van mijn opa. Die was opgenomen in het gezin, daar werd helemaal niet over gesproken. Nou, mijn opa had een baan en een van de andere broers had ook een baan. Hij had ook nog jongere broertjes, die hadden geen baan. En die kreeg alleen maar te eten. En mijn opa, die leerde een meisje kennen. Dan was hij 12, 13 of zo. Dat werd later mijn oma. Dus mijn opa heeft maar één vrouw gekend. Ook in de Bijbelse zin. Dus wij zeggen kennen, dat is dat je iemand kent. Nou, er is ook maar één vrouw die hij in die zin heeft gekend. Die hij ook wilde kennen. En dat was er maar eentje. Maar ook in de Bijbelse zin. In de Bijbelse zin is iemand kennen, dus een man en een vrouw kennen elkaar. Dat betekent dat ze één zijn geworden van vlees. Dat betekent dat ze getrouwd zijn. Dat betekent dat ze seks hebben gehad. Dus hij heeft haar als enige vrouw gekend. Zo was mijn opa. Zonder Bijbel in de hand, hè? Als een pure man van zijn woord. Dus dan kan je ook gelijk zeggen van, goh Perry, daar heb je dus wel respect voor. Ja, want mijn opa was een man van zijn woord. En in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En mijn opa die vertelde mij. Oh nee, nog even over zijn vriendin. Zijn vriendin, haar ouders, die leefden in bittere armoede. En hij had met zijn moeder afgesproken dat hij een deel van zijn loon mocht geven aan die twee mensen. Aan de ouders van zijn vriendinnetje. Ja? Mijn opa was 14. Dus als we het gaan hebben over wie er nou zielig is, nou, dat vind ik op de grens van de zieligheid. Maar nog zieliger vind ik het verhaal dat hij mij vertelde, dat hij had meegemaakt, dat hij op een avond van de vliegtuigfabriek Fokker naar huis liep in een groepje. En dat ze langs de weg een oudere man zagen en die was in elkaar gezakt, want die kon geen stap meer zetten. Die man was bek af, die was uitgeput, die had het gehad. En die dacht, ik ga even zitten, even uitrusten. Ja, zei mijn opa. En de volgende dag liepen we terug naar het werk. Toen kwamen we langs diezelfde plek. Daar zat diezelfde man nog steeds. Maar nu was hij dood. Dat was het leven in die tijd. En dan gaat deze mevrouw even vertellen hoe zielig prins scheldwoord Bernhard was. Ik denk dat ik ook in mijn boek laat zien hoe er al langer gekeken werd voor hem naar een goed huwelijk. Ja. Heeft hij nog geaarzeld? Ik bedoel, hij heeft kennis gemaakt met jullie. Hij heeft zelf gesolliciteerd, blijkt uit jouw boek. Hè, om met haar kennis te maken. Hij heeft hulptroep ingeroepen. En het lukte uiteindelijk om met haar kennis te maken. Maar dan komt er toch het moment dat je denkt, wil ik dit eigenlijk wel? Ja, dat zijn toch wel, denk ik... Zielig, hè? Het is de meest dramatische tijd van zijn leven geweest, ja. Nou, de meest dramatische tijd van zijn leven geweest. Er zit deze scheldwoord, mevrouw, nog bij te glimlachen ook, hè?
van een aantal verschillende en onafhankelijke bronnen ook verhalen gehoord over hoe hij andere dames, bemiddelde dames uit de kennissenkring ten huwelijk heeft, zou hebben gevraagd in die zomer. En hij kende Juliana natuurlijk eigenlijk nog maar nauwelijks. Zijn moeder had hij nog nooit ontmoet zelfs. Dus andere bemiddelde dames, hij was alleen maar uit op een bemiddelde dame? Ik denk dat dat een hele grote rol gespeeld heeft, ja. Het blijkt ook uit jouw boek dat dat een beetje de core business van de familie was, hè? Voornamelijk door trouwen te zorgen dat het een beetje overeind blijft. Ja, en dat was natuurlijk binnen de... Zielig hè, voor Bernard. In zijn familie was het zo dat ze niet zelf hun eigen geld konden verdienen, maar ze moesten door trouwen aan hun geld komen. Ja. En mijn opa die liep 's morgens naar zijn werk en 's morgens zat die ene vent die de avond daarvoor had zien zitten, die zat er nog steeds, maar die was nu dood. De adel, met name de Duitse adel, voor de Eerste Wereldoorlog ook heel normaal. Na de Eerste Wereldoorlog konden mensen eindelijk uit liefde trouwen en deden dat ook massaal. Maar ja, ik denk dat... Oh, wat erg. Dus prins Bernhard is niet uit liefde getrouwd. Dat bij hem... Oh, vandaar dat die man het ook zo makkelijk buiten de deur deed met Jan en Alleman. Want hij was toch niet verliefd op Juliana. Minder grote volgers. Toch zou ik je willen vragen om nou eens naar de volgende beelden te kijken, die je misschien al gezien hebt. Die zijn door de NOS uitgezonden en opgedoken. Ja. Waar het paar, ik wou bijna zeggen het verliefde paar, maar dat is dus niet zo. Maar het paar een boottochtje maakt. Ja. Let op. Wat kun je hier zien? Want we hebben het commentaar eraf gehaald. Dit is de Pieter. Nou, ze hebben het commentaar eraf gehaald. Waarom eigenlijk, hè? Dat kan je even afvragen. Ik zou zeggen, het commentaar is eraf gehaald. Want daar zaten grapjes in van de koninklijke familie. Die willen we niet aan het volk laten horen. Maar wat zien we hier? Tijn. En dat is een... was het huwelijks... Komt-ie. ...geschenk wat ze kregen van het Nederland. Zielig, hè? Zielig, hè, was prins Bernhard. En deze vrouw, die gaat verderop in het interview, gaat ze zeggen dat dit gedrag van prins Bernhard, punt 1, hij kon niet anders, hij zat helemaal klem en hij was zo zielig en ja, wat moet je dan? En daar moet je het niet over hebben, hè? Nee, Willem Aantjes, die politicus, waarvan in de jaren 70, jaren 80 naar boven kwam dat hij lid was geweest van de SA, dacht ik, hier in Nederland. En dat hij zoiets was als een kampbewaarder in kamp Slaan we dood. Ergens in Drenthe, dacht ik. Nou, Willem Aantjes die heeft het naar buiten komen van dat bericht moeten bekopen met het einde van zijn carrière. En zij zegt dan ook, ja, Willem Aantjes had beter moeten weten. Maar prins Bernhard niet. Want prins Bernhard was zielig. Die kon er niks aan doen. Nee, prins Bernhard was zielig. Hij was zo zielig, hij moest wel een swastika op die boot ophangen. Want anders dan was hij nog zieliger geweest. Zielig, hè, prins Bernhard? Snap je? Snap je nou hoe zielig die familie van Oranje is? En snap je ook dat ik dus dit soort dames... Ik zal even kijken waar ze nog is. Ja, hier zit ze. Ik ga gelijk weer op pauze drukken. Oh nee, dat hoeft dus niet. Ik mag haar niet. Ik mag haar voor een meter. Ik kan alleen maar denken aan hele negatieve bewoordingen als ik haar zou willen beschrijven... Zij helpt. Ja, zij is van Babylon. En alles van Babylon vind ik walgelijk. Er is niets aan Babylon dat ik waardeer. Helemaal niks. En iedereen die meewerkt met Babylon en die daar leuk over lacht. En deze dame in kwestie die er nog een lekker centje aan verdient ook. En het geldt ook voor Power with a Man. Mag dat eigenlijk wel, witte man? Dus ik moet het ook eens over gaan hebben. Ik denk dat dat witte man, dat het tegenwoordig als achternaam niet meer kan. Vind ik persoonlijk. Witte man, dat is een racistische achternaam, man. Weg met die kerel. Opzouten ermee. Maar dat zou niet terecht zijn. Je zou witte man, wat een achternaam eigenlijk,
Die zou je moeten pakken op het feit dat hij in alle toonaarden heeft gezwegen over de daders van 11 september. Van die aanslagen, snap je? Hij heeft allemaal lekker gezegd, tuut, doorlopen mensen, er is niks aan de hand hoor. En ik zeg het toch, nou doorlopen. Dat is Pauw een witte man. Dat is liegen. Hetzelfde geldt voor Matthijs van Nieuwkerken toen die dingen naar boven kwamen met Joris Demmink. Dat Matthijs van Nieuwkerken daar grapjes over ging lopen maken. Want Joris Demmink die had helemaal niks fout gedaan. Het waren van die jaloerse, natrappende jonge homo'tjes. En dat tuig moet je eens aanpakken. Je kent ze wel, van die jaloerse, natrappende jonge homo'tjes. Dat weet toch iedereen, dat tuig, dat laat helemaal nergens op, dat liegt. Dat was Matthijs van Nieuwkerken. In de dagen dat Joris Demmink nog premier was. En dit is het jasje dat Maxima heeft gedragen en ze is gefotografeerd. En wat zien wij hier? Rare. Wat is dit? dit heet een swastika. Dus dit is hetzelfde symbool. En jij kan zeggen, ja, maar die dingen zitten de andere kant op. Even kijken, want ik moet even terug te halen. Even die vlag erbij. Het was het huwelijksgeschenk wat ze kregen van het... Kijk, hier zie je... Ik hoop dat ik het goed kan zien, hè. Kijk, hier zie je dat die... als je kijkt naar de bovenkant, hè, dan gaat het streepje naar rechts, zie je? En dan naar links gaat het streepje naar boven. En dan naar onder gaat het streepje naar links. En dan naar rechts gaat het streepje naar onder. Ik zal zo dadelijk uitleggen hoe dit symbool in elkaar zit. En kijk je naar deze swastika. Sorry, dat had ik niet bedoeld. Don't panic, zitten we nou? Deze swastika. Goed te onthouden is, als je naar boven gaat, dan gaat het streepje naar rechts. En wat Maxima op heeft, als je hier naar boven gaat, gaat het streepje naar links. You know? Dus dit is een swastika gespiegeld ten opzichte van deze swastika. Nou, de grap is, dit maakt geen donder uit. Voor degenen die weten waar dit symbool voor gaat, voor staat, die weten dat het niet uitmaakt. Welke kant die streepjes staan. Het gaat namelijk om een kruis dat in de rondte draait. Vandaar die streepjes. Die streepjes zijn eigenlijk... Dat zie je in stripverhaaltjes toch ook. Hè? Als er iemand heel hard loopt of zo, dan doen ze wat streepjes achter hem. Om het duidelijk te maken dat hij heel erg hard gaat. En zo zitten ook die streepjes aan dit kruis. Ja, je moet het staat dus voor een ronddraaiend kruis. En dit kruis wat je ziet op de rug van Maxima. En wat je hier ziet, aan de voorkant heeft ze dan ook. Hè, vlak bij de ademsappel zit hij ook. Weliswaar maar met drie pootjes, maar het is hetzelfde ding. Ja. En hier zit hij ook, by the way. Dit is hem ook. Dus ze heeft meerdere swastika's heeft ze op haar jakje. Ja, deze swastika die draait dan met de klok mee. En deze swastika die draait tegen de klok in. Nou, nu kan dus die Turt Hola met de blonde haar en de fraaie gerestaureerde tandenpartij dan zeggen, deze mevrouw dus, hè, dat Willem Aantjes dat een ontzettend vervelende vent was. Want die is dus in 1943 of zo bij de SA gegaan, toen die al beter had moeten weten. Maar dit is Maxima in de 21ste eeuw. Dus, als deze mevrouw, niet deze, maar... Deze mevrouw, met het blonde haar en die oorbel, ja? En het tandenwerk en die grappige ogen en die make-up. Als zij vindt dat Willem Aantjes dat gedrag toch echt niet kon en dat het heel terecht is dat Willem Aantjes uit zijn functie is gezet, wat vindt ze dan hiervan? Dan moet zij zich ook over uitspreken. Doet ze niet hoor.
Hey, er zal een of ander verhaal komen van, nou, nee, maar het gaat hier over een traditioneel jakje. En het is al heel oud. En Maxima is echt heel erg lief dat ze dat jasje aandoet. En dan kan je wel zien, het is eigenlijk niet helemaal voor haar gemaakt. Want ja, het past ook niet helemaal. Hè? En ja, je moet het maar willen dragen, want het zijn allemaal die rare dingen. Maar dat doet ze dan toch nog, omdat ze echt een hele goede moeder is voor de drie kinderen. Nee, ze draagt een swastika. Zij draagt een swastika, net als dat haar, dat is niet de schoonvader, maar de vader van de schoonvader, ja, die had ook een swastika, namelijk deze. En dan kan jij dan denken, ja, wat heeft de familie van Oranje dan toch met swastika's? Nou, dat komt omdat de familie van Oranje, die is van Babylon. En de swastika is het symbool van Babylon. Eén van de symbolen van Babylon. Ze vinden dat een heel mooi symbool. Dat is ook de reden waarom ze Adolf Hitler dat symbool hebben meegegeven. Of beter gezegd, ze hebben voor Adolf Hitler de hele symboliek klaargestoomd gemaakt. Want Adolf Hitler was gewoon een Duts, zeggen ze in Brabant. Hij was maar gewoon, hij was eerste korporaal. Tijdens de Eerste Wereldoorlog. De vader van Adolf Hitler was Herr Schickelgruber. Dat was een ambtenaar van de Belastingdienst. Voor de douane. Hij was een nobody. Hij heeft een hele tijd gedacht dat hij rijk zou worden met het verkopen van schilderijtjes die hij zelf schilderde. Dat is mooi mislukt. En hij belandde op een, ja, in een armenhuis. Adolf Hitler had geen centor, geen nagel om aan zijn reet te krabben. Nee, reet is geen vies woord, het betekent bilspleet. Hij had geen nagel aan zijn handen om aan zijn bilspleet te krabben. Zo arm was hij. Hij sliep op een zaal met andere mannen die net zo arm waren als hij was. En hij is geselecteerd. Adolf Hitler zat, by the way, op dezelfde school als Ludwig von Wittgenstein. Dat is nog steeds niet goed uitgezocht, maar we weten het wel. En toen waren ze al bezig om Adolf Hitler voor te bereiden voor zijn grootste toekomst als leider van Duitsland. Toen al. Net als Bill Clinton. Bill Clinton was al lang voordat wij van die naam hoorden, was Bill Clinton al in de kijker van Babylon. Zo waren ze ook bezig met Adolf Hitler. Snap je? Wij allemaal van, oh, die Adolf Hitler, die kwam helemaal uit het niets. En niemand zag het aankomen en hij had een snor. Dus zelfs dat snorretje, daar hebben ze over nagedacht. Oh, denk maar aan de muziekindustrie. Er zijn heel veel van die muziekartiesten en die komen ook uit het niets. Daar zit een hele afdeling marketing achter. Die heeft er ook over nagedacht. Die had toen zo'n meidengroepje, de Dolly Dots. Dat was helemaal gepland. Ze hadden waarschijnlijk al die hits hadden ze al klaar liggen voor die meisjes. Maar nou, dan moet je meedoen en jullie krijgen 10 hits. Dat wordt ook nog een keer afgesproken, dat aantal hits dat die mensen krijgen. Nou, niet hits op YouTube, maar een hit, op de radio, nummer 1 hit. Dat wordt al van tevoren gepland. Die lui, dat is Babylon, die bespelen ons zoals een vioolspeler zijn viool bespeelt. Ze weten precies wat ons doet tikken van TikTok. En zo hebben ze Adolf Hitler in het zadel geholpen. En daar dus die hele symboliek bij verzonnen en een symbool erbij gesleurd. En waar komt die swastika vandaan? Ja, die komt uit India. Waar ook het begrip Ariër vandaan komt, by the way. Want in de oude Indiaanse geschriften wordt gesproken over mannen met rossig haar en blauwe ogen van bijna 2 meter lang. En die kwamen vanuit het Himalaya gedeelte, het noorden van India, trokken ze het laagland in. En dat waren de Ariërs. Heb ik gelezen. Is het waar? Ik zou het niet weten.
Nou, het klinkt wel goed, vind je niet? Helena Petrovna Blavatsky, die heeft zo'n boek geschreven. Dat heet The Secret Doctrine, oftewel de geheime leer, heb ik hier. En als ik het wel heb, staat daar ook de swastika in. En ik ben bij de Theosofische Vereniging geweest en bij de Theosofische Stichting. De Stichting van de Theosofie. Stichting Isis, heet die by the way. Doordat er helemaal geen twijfel over bestaat waar je het over hebt. Isis is de moedergodin. En ik heb al eerder verteld dat Babylon die draait met een onderdeel van Babylon is het geloofssysteem. Dat moet. Want je moet het geloof onder controle hebben. Want als je mensen de vrije teugel laat, dan gaan ze het meest logische geloven. En het meest logische geloof is het geloof wat begint met Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashemayim, Ve Et Haaretz. En jij zal zeggen, wat is dat nou weer met je Duits gebeurd, Perry? Het klinkt helemaal nergens meer naar. Nee, dat was geen Duits, dat was Hebreeuws. Kijk, dat is logisch. Maar als wij dat geloof allemaal aangehangen, dan is het afgelopen met Babylon. Dus dat moet niet. Dat mag niet. Dat willen we niet hebben, niet. Dus wat ze doen, is ze maken de Bijbel belachelijk. Ze komen ieder jaar met een nieuwe verbeterde Bijbelvertaling, waar je niet op zit te wachten. En ze hebben natuurlijk hun eigen dingetje er als contra tegen. En het eigen dingetje wat ze als contra hebben, dat is een meer godensysteem met een moedergodin er bovenin. En die heet Isis. Nou, en ik ben op bezoek geweest bij de Theosofische Vereniging en daar zag ik heel verbaasd. Zag ik een of ander mooie symbooltoestand en er zat een hakenkruis in. En ik hoefde daar niet eens naar te vragen, maar degene die de lezing hield, die zei dus ook van, kijk, hier zit een hakenkruis in. Adolf Hitler heeft het hakenkruis gestolen van onze beweging, zei zij. En dat is helemaal niet waar. Hun beweging heeft een van hun symbolen gebruikt en ze hebben Adolf Hitler in het zadel geholpen. Punt. Dat ik het even weet. Ja, en onze koninklijke familie, die heeft dus netjes even plaatsgemaakt. En die zijn in Engeland gaan zitten, zogenaamd gevlucht. Want waren ze hier gebleven, dan was het ons duidelijk geworden dat die Duitsers van Adolf Hitler, dat die helemaal geen ruzie hadden met ons koningshuis. En dan was ons koningshuis blijven zitten tijdens de Duitse overheersing. En dat hadden ze gek uitgezien. Dus werd ons koningshuis gevraagd om maar te vluchten naar Engeland, alsof hun leven gevaar liep. Nou, dan liep het helemaal niet. Maar ze hadden dus helemaal geen zin om in te gaan tegen de Duitse overheersing, want het was hun eigen club. Maar ze deden dan alsof ze dan, oh, hoe is de vlucht? Oh. En dan zaten ze in Engeland. En die Duitse overheersing hier, die ging lekker door. En trouwens, in Engeland stond Winston Churchill. En Winston Churchill was van dezelfde club, die is ook van Babylon. Het ging de hele Tweede Wereldoorlog ging erom om een hele hoop ellende te stichten in Europa. En elke bevolkingsgroep die niet van Babylon was of daar een probleem mee had, zoals de protestante Duitsers, de orthodoxe christenen en de Joden, die moesten eraan. En dan hebben ze dan ook dus nog ervoor gezorgd dat de Duitsers allemaal de schuld kregen. Maar het was Babylon. Want Babylon had de hele Tweede Wereldoorlog van A tot Z gedirigeerd. Inclusief Jozef Stalin. Inclusief Roosevelt. Een groot theater was dat. Een theater waarbij dus die bevolkingsgroepen die ik net opnoemde, dus de protestanten, de orthodoxe Oosterse christenen en de Joden. Die werden te gazen genomen. Die zijn bij bosjes afgeslacht. Door elkaar. Ook nog een keer. Ze hebben die groepen tegen elkaar laten vechten, zullen we zeggen. En ze hebben natuurlijk ook hun eigen geloofssysteem, dus dat Babylonische geloofssysteem, met een moedergodin. Dat kennen wij in het Westen hier onder de naam katholicisme. En ze hebben ook een gebed en dat luidt, wees gegroet Maria. En halverwege dat gebed wordt er gesproken, Heilige Maria, moeder van God. Nou, dan weet jij hoe laat het is, of niet? Hoe kan God nou een moeder hebben, sukkel?
En dit zijn geen geintjes. Heel veel katholieke mensen denken van, nou, mijn moeder kunnen. Het is gewoon niet dat God had de moeder. En dat kan helemaal niet. Bereshit bara Elohim et hashemayim ve et haaretz. Oftewel, in de beginnen schiep God hemel en aarde. Punt. En nee, er was helemaal geen mama van God. In de beginnen vroeg God aan zijn moeder of het mocht. En toen zijn moeder zei, ja, doe maar hoor, jongen. Dan had dat er toch wel gestaan. Maar dat staat er helemaal niet. Er staat, Bereshit, in de beginnen, bara, schiep, Elohim, God, et hashemayim, de hemel, we et haaretz, en de aarde. Dat staat er en niet iets anders. Ja. En wat hebben wij hier in Nederland? Nou, wij zitten dus onder dat Babylonische regime. We zitten onder de Babylonische overheersing. Ik moet even erbij pakken. Willem-Alexander. Willem-Alexander, Maxima. En dan Paus. Dat krijgen we dan te zien. Oh, dat wil ik niet. Nou, hier zie je het. Snap je? Ik hoef jou niet te vertellen wat dit betekent, toch? De paus is Babylon, hè? De paus is de exoterische, de naar buiten toe leider van de geloofstak, de religieuze tak van Babylon. En Babylon heeft ook nog een achtergrondtak en die is politiek. En jarenlang waren die twee ambten gescheiden. Dan had je dus de witte paus, die iedereen kende. En dan had je op de achtergrond de zwarte paus. En dat was dan de hoofd van de Jezuïeten en die regelde alle politieke aangelegenheden van het Vaticaan, van Babylon dus. En nu hebben wij een witte paus en die is zelf een Jezuïet. En nou is het een beetje onduidelijk met hoe dat dan zit op de achtergrond. Maar het is in elk geval duidelijk dat Willem-Alexander en Maxima, die staan onder de paus. Die gaan bij de paus op bezoek. Punt. En er staat dan hier dat de titel, het is een vraag. Draagt Maxima wit of zwart bij eerste staatsbezoek aan paus ooit? Ooit wat? Of ooit? Ooit, vraagteken. Ja, zwart natuurlijk. Dat het eronder ook nog? Ik ga ze denk ik ook niet eens vertellen dat dat helemaal niet... Het is niet zo dat jij mag bepalen wat je aandoet als je naar de paus gaat. Hè? Nee, ik zat hier niet echt... Nee, dat wordt niet uitgelegd, maar je mag dus niet in het wit bij de paus komen. Of dat geldt dan als niet officieel. Want deze dame heeft dan wel wit aan. Maar ja, die heeft dan ook weer dit. Nou ja, misschien mag je dan toch in het wit, maar dan heeft dat dan weer een andere betekenis. Maar dit is Babylon. Dus die middelste manier is van de swastika. Dat gaat even weten. En Willem-Alexander vindt het best. Onze grootvader vond het ook best. En Maxima vindt het ook best. Deze mensen die spinnen er goed garen bij. Dat maakt hen echt allemaal helemaal geen enkele drol uit.
Nederland gaat een periode tegemoet. Het is nu 2020. De economie zal verder achteruit gaan. Het aantal scheidingen of het aantal kinderen dat zonder vader door de jeugd heen gaat, zal toenemen. Nou, kinderen die niet opgevoed worden door, of die opgevoed worden zonder dat de vader daarbij betrokken is. Dus dat moeten doen met de opvoeding zonder vader. Daarvan staat bekend dat als het meisjes betreft, dat ze eerder vervallen tot losbandig seksueel gedrag. En als het jongens betreft, dat ze eerder vervallen tot ook dat losbandige seksuele. En bij jongens dan vooral ook nog criminaliteit en alcohol- en drugsmisbruik. Dus de toekomst van Nederland wordt dat het aantal mensen dat zich te buiten gaat aan alcohol en drugs, en het mensen dat zich te buiten gaat aan seksuele toestanden, dat zal alleen maar toenemen. En deze mensen zullen blijven lachen. Willem-Alexander en Maxima die gaan een glorieuze toekomst tegemoet, want wij staan te popelen om ons te buiten te gaan aan alcohol en drugs en seks. Sex and drugs and rock'n'roll is very good indeed. Nou, dat was dan even dan nieuws, hè? Allemaal naar aanleiding van een leuke foto die ik kreeg van een Facebook buddy van mij. Ik heb die man nog nooit ontmoet, maar die stuurt me zo af en toe interessante dingetjes, moet ik zeggen. Wat ik ook leuk vind is dat veel dingen waar hij daarmee komt, dat ik, ja, die kende ik dan al, maar dan blijkt dan in elk geval weer dat ik niet de enige ben die ervan op de hoogte is. En dat er dus meerdere mensen zijn. Net als een man die mij dit gestuurd heeft. Die wel weten hoe dingen zitten. Dat is toch tof, hè? Vind ik wel. Goed gelukte uitzending, was goed informatief. Je weet, we staan hier in Nederland echt hopeloos voor. Boerenprotesten zo, laat me zitten. Nee, het is allemaal wel leuk hoor, maar we gaan ons helemaal scheel betalen aan de Europese Unie. We gaan echt nog meer betalen. Ik moet nou even een korte rectificatie doen. Ik had gezegd dat een Europese ambtenaar kost ons 1 miljoen euro per jaar. Maar dat is niet helemaal waar. Een Europese ambtenaar kost ons 1 miljoen gulden per jaar. Dus uitgedrukt in guldens is het 1 miljoen per ambtenaar per jaar. In euro's is het een dikke 4 ton, 4,5 ton, schat ik. En dat is een redelijke schatting. In 2017 was dat bijna 3 ton namelijk. En die ambtenaren, dat snap je ook wel, die gaan hun edele werk niet voor minder geld doen. Dus ze vinden dat ze het zo ontzettend goed doen dat ze ieder jaar toch heus wel een paar procenten erbij mogen. Want in Nederland worden de salarissen toch ook niet verhoogd. Nee. Door het ziekenhuispersoneel zit al jaren te zeuren of ze er een centje bij mogen, maar dat komt toch ook niet. Nou, als het ziekenhuispersoneel er helemaal niks bij krijgt, ja, dan kan een ambtenaar er toch wel wat bij krijgen. Kijk, dat is de logica van de EU. Ja, het ziekenhuispersoneel krijgt niks extra's. Nou, dan blijft er dus geld over. Nou, wat moet Nederland met dat geld? Aan de EU geven natuurlijk. Wat is dat nou? Arme ambtenaren, die zijn net zo zielig als Prins Bernhard, hoor. Dat moet je goed begrijpen, snap je? Prins Bernhard, die was lid van de NSDAP, omdat die arme man, die kon niks anders. Nou, zo zijn ook die ambtenaren van de EU, die zijn hartstikke arm. Die moeten geld erbij. Om nog met nog meer belachelijke regels te komen. Het meest geniale van de EU, wat we de laatste tijd om ons oor hebben gekregen, is dat wij geacht worden om het komende jaar weer 100.000 mensen van buiten op te nemen en dat we geen woningen erbij mogen bouwen. Nee, maar we mogen die mensen ook niet in tenten stoppen, want dat is mensonterend. Wat moeten we dan gaan doen? Die mensen in huis nemen. Maar ik zal je vertellen, in mijn woning komt er helemaal niemand binnen. No way, Jose. Ja, maar Piri, en de barmhartige Samaritaan dan? Oh, gaan we het over die boeg gooien?
Nee, daar ga ik het een andere keer over hebben. Maar het is niet zo dat er hier iemand zegt... en die zegt van ja, ik heb een pasje van de overheid... en ik heb recht op jouw kamer. Dat in my dying days. Dus noods pest ik die kerel weg. Ik wil best wel iemand in huis nemen. Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Ook bij deze hoor, als je iemand weet, en het is een aardig iemand, en die moet wel een beetje een reden hebben. En ik wil graag dan wel een bijdrage in de huur, AUB. En ik wil geen bezoek, je moet wel net zo rustig zijn als ik. Ja. Dus geen alcohol drinken, niet roken, AUB. En gewoon lekker kalm en... niet herenbezoek, damesbezoek. Want het is nogal gehoorig hier. En ik heb genoeg herrie van de flatbewoners hier in de portiek. Maar ik ken wel mensen waarvan ik denk... ja, die bijvoorbeeld, die zou ik wel... Dus ik wil wel een stukje van mijn woning delen. Dat is helemaal niet erg. Maar zeer zeker niet mijn IKEA-bed. Daar slaap ik in namelijk. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En nou, ook jij natuurlijk ongelooflijk veel succes toegewenst met die nationaal-socialistische leiderschapsheren en dames die we dan hebben. Maar die zijn eigenlijk heel zielig, dus ze kunnen er niks aan doen. En dat met die Maxima, dat moet dan nog even uitgezocht worden. Maar Maxima is ook heel zielig. Dat was echt heel zielig voor haar, want haar vader die was namelijk landbouwminister... minister van Landbouw, hè. En toen zijn er onder dat regime van toen ze van haar vader landbouwminister was, er zijn er 30.000 burgers verdwenen. Nou, dat was hartstikke zielig voor Maxima. Dat was Maxima echt heel... Maxima heeft ook verteld, nou in die dagen dat die burgers verdwenen, waren wij hartstikke bang. Want er gingen, ja, want dat was niet voor niks, hè, dat die burgers verdwenen. Dat waren hele stoute burgers namelijk. Dus die waren zo stout, die konden ook niet een proces krijgen. Dus zo stout waren die burgers. Die moesten echt zonder enige vorm van proces, moeten die van de straat afgeplukt werden. Werden ze, hoppakee, dan waren ze weg. En niemand heeft ze nooit meer gezien. Ja, zo zielig was Maxima, hè? Dat je dat wel even weet. Hè? Dat is echt een heel zielig iemand. En onze koning Willem-Alexander, die heeft dat arme mensje gered. Die was bang, jongen. Nou, die posttraumatische stressdisorder... heeft ze zelf gezegd. Ze was hartstikke bang in die tijd. Zij moest in die tijd, hè, dat haar regime, haar vader was dus minister van Landbouw. Zij mocht dus niet op de fiets naar school. Zo bang was die familie dat Maxima iets zou overkomen. Want er waren 30.000 burgers verdwenen, snap je? En dan kan je zeggen, ja, die 30.000 burgers die waren verdwenen door het regime. Ja, maar zegt Maxima, maar die mensen die dus zonder enige vorm van proces van de straat af zijn geplukt, die waren hartstikke gevaarlijk hoor. Die hadden mij wel kunnen ontvoeren. En daarom zijn die mensen van straat af geplukt en zonder enige vorm van proces doodgemarteld. Ja, maar moesten toch wat? En wat hadden die mensen gedaan? Nou, die hadden kritiek op het regime. Nee, Maxima is heel zielig. Wees blij dat ze nog een jasje heeft. Anders zit er dan een swastika op. Maar zo'n meisje moet toch wat aan. Ze kan toch moeilijk in een t-shirtje van de HEMA over straat. Begrijp het nou een beetje. Heb een beetje medelijden met ons koningshuis. Mensen hebben het al zwaar genoeg. En op zijn Hamburgs. De stad die door de katholieken... door de Britten is Hamburg helemaal veranderd in een... in een barbecue. Dus gefoya bombardiert. Daarom zeg ik het ook netjes op zijn hamburgers iedere keer. Tjus. En dag lieve onderdaantjes.